Hey beste koetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Contagion. En wat heb ik dit een tijd niet gespeeld zeg. Laatste keer dat ik gespeeld heb is gewoon de laatste keer dat het op mijn kanaal geüpload is. En het is waarschijnlijk geüpdate. Tenminste, ik ga ervan uit, want ik moest wel mijn settings aanpassen zodat ik weer iets kon opnemen. Jippie, altijd lachen. En ik speel gewoon weer Hunted, want Hunted is toch gewoon mijn favoriete game hoor. Dus het is gewoon fantastisch. Ik bedoel, mensen op jagen en die afknallen. Is leuk, is leuk. En ik ben dit gaan spelen omdat ik als eerst Unturned, ik weet niet of jullie dat kennen, wel gaan uploaden. Alleen ja, dat ging niet echt helemaal goed met OBS en dat is even dus wat minder. Maar we hebben helemaal vergeten hoe alles weer functioneert, dus ik ben waarschijnlijk binnen een paar tellen dood. Maar je is met B, kon je telefoon pakken. En er is momenteel helemaal niemand hierin. Zit ik in mijn eentje? Nee, dat niet. Dat niet. We spelen vandaag op Cyrus Park. Niet vernoemd naar de zangeres. Maar gewoon naar een andere persoon, denk ik of zo. Ik ben vergeten hoe ik shit moet pakken. Ik druk nu de hele tijd op F vanwege Unturned. Dat heb ik het laatste tijd veel gespeeld. Dus ik ben gewoon gewend als ik shit moet oppakken dat ik dan bijna dood ga. Door hier bijvoorbeeld deze zombie. Hoppakee, jij bent dood, bitch. Ik weet niet of dat wel zo handig is, want dan komen mensen deze kant op. Maar nee, nee, nee. Dat is vandaag niet het geval, gelukkig. Ofwel. Ja, oké, okay, toch wel. Oh. Ga nou gewoon even dood jij. Gewoon even, even neer. Kom op, even, even liggen jij. Ga maar even lekker relaxen. Neem een jointje of zo, weet ik veel. Doe wat leuks. Ik zet altijd mijn flashlight aan. Oh kijk, dat is bugshot. Handig, 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 handig. Komen de mensen deze kant op of niet? Nee, dat gelukkig niet. Ik wou zeggen, dat mazzel hebben we niet. Maar het is natuurlijk helemaal niet mazzel als mensen deze kant op komen. Want ja, dan krijgen we een probleem. Want dan gaan ze ons weer dood te maken. Ik pak even mijn pistool er weer bij. Pof deze even door zijn hoofd. Hoppakee, makkelijk zat. Nog geen player zombies. Oh my fucking god, oh my fucking god. Blablabla. Ik ben dood. Nou, dacht ik snel. Hé, hey, dat ben ik. Kijk, ik wist eerst dat ik dat was. Ik had gewoon een beetje een random character gekozen. Ik let er niet even helemaal op. Ik ga wel mobiel kijken en zo van. Oh, dit is. Hier komt iemand in de buurt. En die was blijkbaar iemand in de buurt. En ja, daar hangt dus niet helemaal door. Oh ja, zo klim je over het hek. Wee! Helemaal nice. Ik weet niet of deze game dan nog steeds in beta is. Volgens mij niet. Volgens mij is het nu gewoon full release. En dat is best wel zonde, want zoveel maps zijn er niet. Voor elke game heb je ongeveer 3 maps. En daar loopt de Survivor volgens mij. Ja, kom, die gaan we pakken. Wij gaan je pakken. Ik ga je pakken. Is dat een vriendelijke zombie? Nou, nah, die zombie moet altijd vriendelijk. Ze wil alleen een knuffel geven en dan schieten wij ze dood. Ze hebben wel nergens voor nodig, joh. Kunnen we over dit hek heen klimmen? Omdat ze best wel bij de S zijn. Ah, oh, waarom dat hek dan weer niet? Echt, je kan 20.000 hekken over in het spel, maar net deze hek? Dan moeten we weer niet, hè? Oké, okay, is goed. Dan zit hij hier ergens. Ik hoop dat we hem kunnen pakken kunnen krijgen. Zal het horen? Is hij in gevecht met iemand anders? Ziet hij mij? Ah, hij ziet me niet. Hij ziet me niet. Hij heeft een sniper. Pak hem bij, zombie fanaten, mijn vrienden. Pak ze. Pak ze. Oh, hij is dood. Is hij. Oh, is hij gedood? Ja, hij is gewoon gedood. Natuurlijk, hij is dood. Kom op, we pakken hem, we pakken hem, we pakken hem. Waar is hij nou? Waar de fuck is die dude? Kom hier. Kom hier, niet herladen. Jij had mij dood gemaakt. Dat accepteer ik niet. Ja, kom op, we bijten hem. Oh yes. Alsof gewoon bijten. Dan lijkt hij mogelijk geïnfecteerd. En als dat zo is, dan heeft hij een probleem. Dan zal hij spoedig even ons worden. En hij rijdt weg. Waarom rent hij weg? Kan hij niet. Oh, hij heeft geen munitie meer. Oh, dit is. Kosteloos. Prijsloos wel te verstaan. Want we gaan hem nu gewoon pakken en ik ben hem kwijt. Godsamme. Oh, daar is hij daar? Nee, hij staat nu echt in het hoekje. Oh! Oh, wat? Oeh, we wisselden even een doodslag uit. Want hij stak mij neer met zijn machete en ik hakte hem gewoon even met zijn poot. Zo, met mijn poot. Zo, hoppakee. Nu is hij dood. Mooi. Dat is weer netje minder. 2 minder zelfs. Door mijn toedoen. Door mijn zombieleger die me achterna liep. Oké, nog maar 2 survivors over. Dus ik moet nu nog eentje doodgaan. Dan zijn wij... deze ronde klaar. Ik wil zeggen, zij hebben wij gewonnen. Maar ja, wij hebben niet gewonnen omdat we zombies zijn. Dan heb je automatisch al verloren. Maar als zombies hebben wij wel gewonnen. Laat ik het dan zo zeggen. Oh, daar loopt hij. Hallo, jou gaan we pakken. Jij wordt de laatste slachtoffer. Als ik heel slim ben, dan sneak ik gewoon hier door de bosjes. Als een bush-bushman. Als Crocodile Dundee of ik wat. En ik ga hem pakken. Als hij zich niet omdraait, dan kan ik hem bijten. En als dat het geval is... oh, dan is hij echt lullo. Heeft hij me gezien? Hij heeft me niet eens gezien, joh. Rare man. Kom hier. Hey, rare man. Kom eens hier. Kom dan, kom dan, kom dan. Nee, niet omdraaien. Goed zo. Ik heb hem geraakt. Goed genoeg. Wat doet hij zich zo omdraaien zo? Had ik me toch makkelijk moeten zien? Nou, blijkbaar niet. Ja. Yeah. I don't care. I don't care. I don't care. I love it. Hey, wat ligt hier? Oh, zo'n MP5. Nice. Zo, al die zombies gaan een kant op. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Dun, dun. Follow the leader, leader, leader. Follow the leader. Dun, dun. Moet even uit. Maar blijkbaar volgen we iemand. Ik weet niet of daar loopt iemand. Is dat een zombie meneer? Of is dat geen zombie meneer? Dat is volgens mij geen zombie meneer, of wel? Ah, oh, dat is wel een zombie meneer. Oké. Okay. Ja, zombie kan natuurlijk niet verdrinken, want je aan hem niet. Dus dan lopen we gewoon lekker door dit vijfje heen. Geen vis te bekennen, want die hebben we allemaal opgevreten al. Want ja, zombies honger is nooit gestild. Dus, waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Over dit hek of zo? Oh, dat is een survivor. Kunnen we over het hek gaan klimmen? Ah, poep Chinees.
Dat was niet de bedoeling dat het zei. Maar ja, dat klonk bij iets. Maar dat is het niet, dat is het niet. Ik bedoel echt niks mee. Jou gaan we pakken. Jou gaan we pakken. Je kan ook gewoon, ik ga gewoon een genaai-truc doen. Pas gewoon de hele tijd bukken en staan, bukken en staan, bukken en staan, bukken en staan. Als ik gewoon van achteren kan pakken, dat klinkt best wel vies, maar dat is in dit geval niet. Dan pak ik hem. Dan ga ik hem bijten. En dan kan ik niet over dit ding heen klimmen. Dat is een beetje anticlimax. Yes! Ik heb hem hoor, ik heb hem. Ik heb ook meteen Predator gekregen. Dat is denk ik dat je de meeste mensen doodt. In dit geval. Wie is nou degene die ik gedood had? Geen idee. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Dirty One-Eyed Harry? Is dat hem? Ik weet het niet. En dan starten we weer met een pistool en een wrench. Ik weet niet hoe wrench is in het Nederlands. Dus we houden gewoon maar op een wrench. Oh, sniper, sniper. Nice, nice, nice. Kut. Kut, kut. Ik druk altijd op F. En dat is wederom niet helemaal op doen. Kan we hier gewoon ook gewoon campen? Is dat het idee hier? Niemand in de buurt. Oké. Okay. Het is iets dat je in dit spel iets kan pakken dat je... telefoon helemaal uitschakeld is. Wat is dit? Haarnetjes? Oh nee, dat is zo te zien waar je friet in duwt. Ik ben de snackman. Kom eten halen als je kan. Dan krijg je gratis een kogel door je hoofd erbij. Goeie deal toch? Hey, goeie deal. Wat gratis? Dat is goed. Ik ben Nederlander, dus gratis is goed. No devices found. Oké, okay, mooi. Dat zitten we hier goed. Ik heb ook zeggen dat de visier best wel brut in dit spel. Behalve dat je gewoon praktisch met je sniper gewoon zo zit. Voor je mond praktisch. Maar ja, shooters zijn überhaupt niet logisch, want je oog zit in je borst. In vergelijking met hoe alles in real life zit. Oké, okay, niemand. Van mij ben ik weer een vrouw of niet? Ja, ik ben dezelfde vrouw die ik net was. Maakt niet uit. Characters hebben niet bepaalde voordelen of nadelen als je die hebt of zo. Zo zit het niet in dit spel. En dan zit het ook niet in de echte wereld. Ja, ja. Behalve als je je been verliest of zo. Ja, dan heb je wel moeite. Lopen en zo. Maar goed. Zombies. Die zijn gevaarlijk. In de meeste games hebben ze meestal wel een verhaal van... Oh, de zombies zijn op deze manier ontstaan. En dit en dat door gekke wetenschapper of weet ik veel wie. Oh my fucking god, waar kom jij vandaan? Er is waarschijnlijk iemand in de buurt nu, of niet? Nee. Oké, ja, heel tijd checken natuurlijk. Ik moet er even helemaal in komen. Dus als ik weer vaak doodga, dan weten jullie waardoor dat komt. Ze hebben iets gedaan met de verlichting of zo op je scherm. Of het lijkt alleen maar zo, omdat we nu op een lichte map zitten. Meestal spelen we op een donkere map. Want ja, elke zombie game, waar dan ook, moet over het algemeen in het donker zijn. Dat is gewoon een ongeschreven regel. En ik weet ook niet waarom dat is. Maakt spannend of zo. Zo kijk ik nu ook een let's play van een aantal Amerikaanse YouTubers. Die spelen Resident Evil 7, dacht ik, dat het was. En elke map die ze tot nu toe gespeeld hebben, is gewoon helemaal in het pikje donker. In het piemeltje donker. En ja, dat bouwt spanning op, denk ik. En munitie. En munitie is nice. Ik weet niet of je nou langzamer gaat lopen als je meer shit oppakt. Dat lijkt me wel logisch. Want ja, dan word je zwaarder. En hier ligt exact dezelfde wapen als ik opgepakt heb. Maar geen munitie. Wacht, ik kan deze gewoon pakken. Niet, ik kan hem niet pakken. Shit. Ik denk, ik pak hem op. Gooi ik even de munitie eruit. Douw ik hem in dit wapen. Maar dan kan ik gewoon even doen. Dan moet ik even mijn andere pistool droppen. Zijn er nog gevangenen in de buurt? Nee, mooi. Dan zitten we mooi. Ik kan deze trouwens wel droppen. Maar ik weet niet meer hoe. Q volgens mij? G? G, oké. Okay. Mooi. Dan pakken we deze op. Mijn voet staat echt heel raar. Dat is een heel rare boog. What the fuck? What the fuck, game? Oh, je kan niet twee keer hetzelfde wapen pakken. Jammer. Jammer, jammer, jammer. Dat vind ik toch best wel heel erg jammer, mijn beste kijkers. Als ik hem gewoon op kan pakken, dan had ik even een munitie gepikt. Enemies in de buurt? Nee, nog steeds niet. Ik zie daar een zombie lopen. Maar ja, als we die gewoon geen probleem veroorzaken, dan is goed. Hé, hey, ik heb de beste ping van iedereen. Dat is ook nieuw. Mijn bagger internetconnectie gewoon altijd. Kan je ook streven of niet? Je kan niet streven. Oké, okay, dus dat je zo links en rechts gaat. Zoals bij DayZ bijvoorbeeld. Oh, DayZ. Dan ga ik wel een keer streamen of zo. Lijkt me nog wel een leuke game om een keer te gaan streamen. Enemies in de buurt? Ja of nee? Nee. Mooi. Jij bent een vrouw en die vrouw is een zombie. En nu heeft ze geen hoofd meer. Sorry, ik heb geen hoofd. Iemand praat tegen mij. Wat is ook met mijn... voice knop? Oh nee, wacht. Dat was mijn gastje die sprak. Nu weet ik het. Er was niet iemand over de voice chat. Ik dacht van, what the fuck. Iemand zei er wat. Maar nee, dan zat ook in de voice chat gestaan van... Hey, deze kerel heeft wat te vertellen. Ik kan naar hem luisteren of niet. Hij besluit natuurlijk om niet te luisteren. Dat hebben we wel een keer gedaan. Met die kerel de zaad vanuit. Die toen mij in de zaad wil hebben. Ik weet ook niet helemaal waarom dat was. Maar dat maakt niet uit. Gewoon lekker zombie hun kop eraf schieten. Of gewoon kogels door hun hoofd knallen. Altijd lachen. Altijd leuk. Is iemand vermist? Urgent, please help. Have you seen this man? No, I do not. Oh, well, that's terrible. Indeed. Kijk, ik denk nu dat het tijd wordt om mensen op te gaan zoeken en die door hun hoofd te schieten. Oh ja, dat was dus wel diegene die sprak. Maakt niet uit. Dit is allemaal ammo hier. Dat is voor de betere pistool. Zou ik van pistool switchen? Nee, dat is een goed pistool hier. Dus daar houden we bij. Oké, mooi. Dat is voor mij een player zombie of niet? Maakt niet uit, nu is hij dood.
Of weer dood. Of ze waren al dood. Hoe zit het nou eigenlijk? Kan je een zombie doden? Aangezien ze al dood zijn. Hey, extra ammo. Nice. Nice, dat is nice. We hebben ziek veel ammo voor de AK-74U. Ziek veel. En niet meer in de buurt? Nee. Oh, dat is de shotgun die we de vorige keer opgepakt hadden voordat ik het leven liet. De vorige aflevering, maar ja, de vorige keer dat ik leefde. En waarom zitten we trouwens opgesloten in het park? Wat is nou. Dit is geen logisch plek om naartoe te gaan. Hier komen heel veel mensen naartoe, blijkbaar, omdat hij in een evacuatiecentrum zit. Jij bent een play control zombie, of niet? Nee, volgens mij niet. Maakt niet uit. Nu heb je geen hoofd meer. I don't fucking care. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. La 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 la. Wat is daar wat mee gebeurd? Zo, door het gangetje. Ik weet niet hoe ik moet sneaken. Voor mijn control. Ga gewoon heel voorzichtig door de bosjes. Met camouflage. Met camouflage. Tja. Moet ik wel mijn cowjuice roots aanhouden. En dan gaan we hier door de bosjes sneaken. En dan zien ze me hopelijk minder of gewoon niet. Ja, super slim van mij. Ik ben wel een expert in het spel. Daar iemand? Is dat een player? Oh, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, mevrouw. Mevrouw, mevrouw, handen thuis. Tand thuis, anders moet ik de politie bellen hoor. Dat vind ik, dit zijn ongepaste intimiteiten. Daar heb ik niks van. Daar heb ik niks mee. Is dat een player? Nee, dat zijn allemaal gewone zombies. Reguliere, normale, dode zombies. Is er iemand in de buurt? Nee! We zijn nog over. Nog drie. Inclusief mij zijn dat er vier. Daar zijn schoten. Dat iemand? Dat is gewoon een zombie. Ik hoorde schoten, of het was achter me, maar ik heb natuurlijk geen map. Dat is fucking vervelend. Kan ik niet van ding shit wisselen of zo? Nee, jammer. Flashlight. Oké, wachten. Daar loopt iemand, daar loopt hij, daar loopt hij, loopt hij. Ik zie hem. Ja, oké. Oh, hij schoot mis! Godzakken. Weet je wat? Ik pak gewoon mijn AK en schiet hem overhoop. Ze wijzen het. Nee! Oh! Sniper. Oh! Ik ben slim, ik pak mijn machinegeweer en pomp hem gewoon vol met lood. Maar hij had een ander idee. Ik had gewoon gebukt moeten zitten en achter een boom vandaan komen. Gewoon achter een boom blijven wachten tot hij die kant op liep. Dat kan natuurlijk ook. Want ja, dan had hij mij. Had hij niet zoveel kans. Maar weet in ieder geval waar nu mensen zitten. Als je daar het evacuatiepark hebt waar we de hele tijd liepen te kutten. Dan is daar ongeveer de tunnel waar we net doorheen gingen. En dan moet aan de andere kant moet die andere overlevende zitten. Die is ondertussen al mijn gear opgepakt. Dus daar moeten we rekening mee houden. Dat was een explosie volgens mij. Kun je over het hek? Nee. Shit. Ja, nu opeens wel. Wat de poep. Wat de poep. Hop, over het hek heen. Volg mij, mijn trouwe zombie volgerleger. Wij gaan ze pakken. Je kan maximaal 15 volgers. Van mij heb ik dat echt één keer gehaald. Dat ik echt 15 zombies mee had. Nu heb ik er 7. Ook niet slecht. Ik weet niet of ze nou gewoon doodgaan op een gegeven moment. Of dat ze gewoon, ja, dat ze gewoon mensen gaan aanvallen. Dat je ze zegt van, hey, pak hun. En dan krijg jij zombievlees of mensenvlees. Wat je net lekker vindt. Daar kun je niet overheen klimmen. Daar hebben ze prikkeldraad op gespannen. En dat hebben ze wel slim gedaan. Het zijn misschien wel, wel makkelijke doelwitte mensen. Maar ja, ze zijn wel slim. Dat moet ik toch even. Oké, zijn hier zombies? Nee, dat is een overlevende. Dat is voor mij die. Nee, oh nee, daar is de dude die mij overhoop schoot. Die mij even een kogel tussen mijn ogen plantte. Of weet ik van waar. In ieder geval op een oppervlakte in mijn hoofd. Sorry, ik heb geen hoofd. Jij? Jij wordt gepakt door mij. Kom op, grijp hem. Yes! Ik heb alweer de laatste overlevende te pakken. Of eigenlijk niet de laatste overlevende. Maar ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. Gewoon degene die nog dood moet voordat de andere wint. Ik heb wel de hoogste accuracy. Een accuracy van 70. Niet verkeerd. Ja, ik heb alleen maar headshots lopen maken natuurlijk op de zombies. Dus, man, niet slecht. Nu heb ik een metalen baseball bat en een colt. Dat is best wel colt. Ik heb voor mij nog nooit op deze park gespeeld. Of op deze map. Tenminste niet waar jullie bij waren. Wel gewoon toen het nog in beta was volgens mij. Ok ik? Zo'n beetje? Ja? Nee? Pindakaas? Ik weet het niet. Zo, dan pakken we deze ook even op. En dan gaan we de zombieparade even helpen uit te roeien, wel te staan. Want overal zijn die zombies en ik weet niet hoe ze hier gekomen zijn. Want wij kunnen niet het park uit, maar waarom kunnen hun nog wel het park in? Dat is raar. Ik vind het raar. Ik vind het raar. Is hier nog wat nuttigs? Daar zit een urinoir. Het glans zo mooi van een urinoir of zo. Het licht zo. Wel toegeven, de verlichting in het spel is niet slecht. Het zit aan de slechte kant. Oké, kruisboog. Als we gewoon een headshot ermee maken, dan zitten we goed. Maakt niet uit waar op het lijf. Het is gewoon goed. Ik ben net Daryl Dixon uit. Hoe heet die serie ook weer? The Walking Dead. Oh, daar loopt iemand. Hallo. Piemel Moos. Wat? Ik schoot hem fucking raak. Wat? Nee. Kijk nou, Tieten. Ik schoot hem toch gewoon raak. Als hij nu gewoon komt, dan heeft hij een probleem. Daar liep hij. Ha, suck it, doop.
Map gedood. Nee, ik moet te laden. Nee. Oh. Fuck. Nou, ik heb er tenminste eentje gedood. Met een kruisboog. In zijn buik. Hoppakee. Zorgs beast. Kunnen we niet gewoon uit of zo? Oh, die auto's liggen daar een beetje kapot. In ieder geval over de kop. De tekst is wel fucking slecht, maar dat maakt niet uit. We moeten focussen wat hier zit. Hier binnen. Maar cool. Hoeveel zijn er nog over? Er zijn nog 3 over. Chill. En diegene, die zit er eentje in de wc. Dus die pakken we gewoon even. Daar. Die zit daar binnen, als het goed is. Ja, die zit daar nog binnen. Cool. Cool. Als we hem gewoon opwachten, dan hebben we geluk. Dan kunnen we hem pakken. Dus gewoon hier wachten tot hij uit de deuropening komt. Dan wordt het wat makkelijker. Jij gaat er binnen en pak hem. Daar, heeft hij nou een handgranaat? Ah, het handgranaat. Kom hier. Haha, wraak. Sucker. Oh, dit is zo geweldig. Ik hou van dit spel. Ik hou gewoon echt erg van dit spel. Vooral Hunted. Die andere game modes boeien me niet zoveel. Maar deze is gewoon toppie-oppie. Andere mensen naaien er zelf zombie te zijn. En Hij probeert je handgranaat naar buiten. Eigenlijk had hij gewoon de pin moeten eruit trekken en op de grond gooien. En dat hij zelf mee in de Blaze of Glory ging. Dat hij gewoon zo kaboom dood ging. Dat zou ik gewoon badass gevonden hebben als hij dat gedaan. Hij heeft heel veel zombies meegenomen. En oké, Squid heeft gewonnen. Squidward heeft gewonnen. Huntsman, Predator. Ik heb al 3 van de badges. Van de 7. Het zijn de 7, inderdaad. En geen negatieve, dus dat is mooi. Gaan we nu van map wisselen of zo? Want dat duurde best wel lang. Nee, ja, dit is gewoon de hele tijd op deze map. Vind ik chill, want ik vind het best wel een chille map. Gewoon heel groen en mooi en natuurachtig. En ja, dat soort dingen. Dat vind ik wel fijn. Dat vind ik zeker fijn. Oké, mensen in de buurt? Nee, mooi. Daar kunnen we niet door of wel? Kunnen we die poort openen? Laten we het hopen. Laten we het van diep binnen openen. En dat kan niet. Godzakke. Hoe heb ik dat nou weer? Daar zitten mensen, dacht ik. Daar bij dit bal. Bij dit balplein wou ik zeggen, maar dat klopt niet helemaal. Basketbalveldje. Ja, baseballveldje of zo. Softbal. Softbal. Nee, er zitten verschillen volgens mij. Enemies? Nope. Dat muscle hebben wij. Dat zie je niet zitten. Melden allemaal oppakken, zodat als ze hier langskomen, dat er niks meer voor overblijft. Ja, dat is best wel een slimme tactiek van mij hoor. Wordt misschien wel zwaarder, maar ja. Ik heb ook meer ammo. En als je geen wapen vindt voor dat ammo, heb je fucking veel ammo. Ik ben niet dom. Ik ben er best wel slim in. Het probleem is dat ik alleen maar mijn Colt nu heb en hun hebben tussen al machinegeweren, gok ik. En raketwerpers en miniguns en... Ja, mevrouw, u bent niet aardig. Laat ik even u een belklap geven op uw boobs. Boobs. Hier dan boobverkleining voor jou. En nog één. En nog één. En er zit iemand bij me in de buurt, of niet soms? En nee. Nou, dan kunnen we gewoon even pistoolschot lossen. Oh. Mevrouw, u moet nu niet zo vervelend doen. Want dat kost uw leven. Het kost uw auto leven, want u bent een zombie. Dus geen leven heeft u meer. Kabam! Was het... Dat is 1 minder. Dat is 2 minder. Oh, ik had er gewoon 2 met 1 schot. Fucking nice. Net als die keer in die Far Cry aflevering van mij. Niet 3. Die heb ik niet op mijn PC. True story. True story. Ik heb wel mijn Xbox, maar ik kan die via mijn Xbox opnemen. Momenteel nog niet. Ik ben nu van plan om dat te gaan kopen. Wel als de Xbox One uitkomt, want die ga ik zeker kopen. 100% sure. Hier nog allemaal ammo. Cool. Ja, we schieten niet zoveel op momenteel. We hebben alleen maar dit rotpistooltje. We moeten echt even een goed wapen vinden dat heel veel vuurkracht heeft. Shotgun of zo. Kruisboog. Sniper. Maar het liefst een assault rifle, want die zijn gewoon heel lekker om mee te knallen. Knallen met die ballen. Want zo gaan we het leven van mensen vergallen. Kunnen we hier langs? Mijn muis doet echt een beetje fucked up daar. Hier kunnen we niet langs. Maar er ligt wel wat daar op die brancard. Dus laten we dat even pakken. Op die stretcher. Kaboom! Jij hebt geen hersenen meer. Geen hersenpan meer voor jou. En een borstverkleiding voor die mevrouw net. Zo. Nee. Hier niet. Tentjes doorzoeken. Ik vind het jammer dat je geen map hebt in dit spel. Dat zou zo verhandig zijn. Want nu moet je echt gewoon de left side je hoofd weten. Voordat je eigenlijk een keer weet waar de fuck je nou eigenlijk bent. Aan het begin van de map. Voordat je aan het laden, als je aan het laden bent. Dan zie je nou wel waar je bent. Dus zie je hoe de map eruit ziet. En ik heb een assault rifle. Nice. Enemies in de buurt? Nee. Nou, gaan we niet op ze jagen. Ik ben een beetje gewond. Ik moet even een healthpackje vinden. Dat is natuurlijk het liefst. Want ook al heb ik maar 99% damage. Of ben ik maar voor heel weinig damage. Nice om gewoon voor helft te hebben. Heb je toch een beetje weer een voordeel op je andere. Oh, er zit iemand in de buurt. Rustig. Is hij dood? What the fuck? Er zat echt iemand in de buurt. Ik zweer het. Die is weggelopen. Die is denk ik net uit het bereik van mijn telefoon gegaan of zo. Weet je, waarom gooien ze niet gewoon allemaal hun telefoon weg? Is dat niet een goed idee? Dan kunnen ze ook niet vinden. Maar nee, dat is weer veel te moeilijk. Ja, oh, oh! Is dat hem? Oh, dat is hem niet. Waar de fuck is hij dan?
Oh, nu is hij weer weg. Oké, okay, mooi. Nog twee overlevenden over. Dat maakt het interessanter. Voor mij was je bij mij in de buurt. Dat maakt het nog interessanter. Maar ja, ik heb een assault rifle. Hij zegt in de buurt. Hij is dik in de buurt. Oh, dit wordt intens hoor. Hopelijk komt hij nu binnen. En dan schieten we hem helemaal overhoop. Oh, waar is hij? Waar is hij? Oh, ik ben zo paranoïde. Hij kan gewoon overal zijn. Is dat... Ja, dat is een player control zombie volgens mij. Intens. Intens. Oh, oh, oh. Wie de fuck ben jij? Waar de fuck ben jij? Waar de fuck heb je vandaan? Waar komen jullie toch vandaan? Uit de... Van tante Sjan. Oh nee, hij is binnen. Godsamme. Oh. Nou, met deze moord op mij wil ik deze aflevering beëindigen. Bedankt voor het kijken. Laat een duimpje voor actie achter. En ik zie jullie de volgende keer. Zeg daarom hier. Later.